Goedemorgen gemeente, broeders en zusters, jongelui, kinderen, gasten in ons midden en luisteraars thuis of degenen die op een later moment deze dienst beluisteren, hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor Dominee van der Ree. Wij lezen uit de Bijbel in deze voorbereidingsdienst twee schriftgedeeltes. De eerste schriftlezing is Handelingen 16, vers 11 tot en met 34. En de tweede is Filippenzen 1 en daarvan de eerste twee versen. Het thema van de dienst is het adres van de Filippenzenbrief. Mededelingen. De kerkenraad heeft toegelaten tot het doen van openbare geloofsbelijdenis zuster Roelofje Verzijs, schrijverspraak 133.1. Er dienen geen bezwaren worden ingebracht, zal de openbare geloofsbelijdenis plaatsvinden op DV zondag 29 september in de middagdienst van de Pooster. Aanvang om 14:15. Wij bevelen zuster Verzijs hartelijk in uw voorbeden aan. Om het jeugdpastoraat verder inhoud te geven, wil de kerkenraad een tweede jeugdouderling benoemen. In het penielcontact van deze maand heeft u daar meer over kunnen lezen. De kerkenraad wil u, als gemeente, in de gelegenheid stellen om namen van broeders in te dienen die u hiervoor geschikt acht. Deze namen kunt u indienen bij de scriba tot en met 21 september. Dit kan per brief of per mail met vermelding van uw of jouw naam. In verband met het vierheilige avondmaal van volgende week zondag wordt woensdag 18 september om 8 uur het bezinningsuur gehouden. Jong en oud worden hier hartelijk voor uitgenodigd. Na de dienst ontvangt u bij de uitgang een flyer. Wij vragen u om met deze flyer mensen uit te nodigen voor de kerkproeverij, welke op zondag 29 september plaatsvindt hier in de kerk. Meer informatie hierover kunt u nog lezen op de zondagsbrief van volgende week. Collecte. Er worden twee collectes gehouden voor de slotzang. De eerste collecte is voor de kerk. De tweede collecte is voor de kerkelijke kas, de emeritiekas. En de derde collecte is bij de uitgang en is voor het bouwfonds. Laten we nu de psalm gaan zingen die een deel van onze kinderen op school hebben geleerd. En dat is psalm 4, vers 4. De kerkenraad wenst u en jou een rijk gezegende dienst toe.
Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen. Van die God die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid. En die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 111, daarvan de versen 1 en 2. Loof halleluja, loof de Heer, mijn ganse hart verheft zijn eer, ik zal zijn naam en grootheid prijzen. En ook het tweede vers uit Psalm 111. Wij luisteren naar de wet die de Heere God ons heeft gegeven, opdat we onze zonden zouden leren kennen. Daarmee de toevlucht zouden nemen tot Christus en ons leven daarna zouden richten in dankbaarheid. We willen met elkaar antwoorden op het horen van de wet en ons verootmoedigen met Psalm 106,
daarvan het 4e en het 24e vers. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, dat is leeg, gedachteloos gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt, dat u die apart zet. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat, de rustdag van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog de vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, dat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, ja, met al uw krachten. Dat is het eerste en het grote gebod, en het tweede eraan gelijk is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Op deze twee geboden rust het hele woord van God.
Zullen we bidden om de opening van het woord en de opening van ons hart in deze dienst. Heere, zo is het gepast dat we ons voor u verootmoedigen met de woorden die we zojuist zongen, waarin uw woord ons voorgaat. Dat wij u op het hoogst misdaan hebben. Dat we net als ooit Israël, zoals het in de geschiedenissen van het volk Israël, het volk van uw verbond, toch telkens opnieuw weer lezen. Dat ze van het heilspoor zijn afgedwaald. Heere, dat geldt voor ons allen. Als we de spiegel van uw wet krijgen voorgehouden, Heere, dan moeten we dat erkennen en belijden voor uw heilig aangezicht. We hebben onze trouw, onze plicht verzuimd. Niet trouw geweest aan u, aan uw wil, dat wat u van ons vroeg. Heere, we zijn het schuldig gebleven. Niet beantwoord aan het doel waartoe u ons heeft geschapen. En Heere, wat is het dan een wonder van genade dat we vanmorgen samen mogen komen in deze kerk en we samen uw woord mogen openen, omdat u toch met ons van doen wil hebben. Heere, wat een wonder is dat. Een wonder dat om verwondering vraagt van onze kant. Heere, dat kan toch niet anders dan dat u zelf, Heer Jezus Christus, ons bijeenbrengt als het hoofd van de kerk. Door uw volbrachte werk, door genade die u verdiend hebt en die u door uw woord en geest ook wilt uitdelen. Heere, alleen op grond van dat werk kunnen wij hier zijn. Of kunnen we verbonden zijn thuis met de dienst hier vanmorgen. En Heere, dat maakt ons ootmoedig. Dat mag ons wel klein maken. We danken u dat we dan in alle vrijheid hier vanmorgen mogen zijn. Jong en oud. Heere, u brengt ons samen, want u wilt tot ons uw woord spreken, ook vanmorgen weer. U gaat door met uw werk, uw woord mag zijn loop hebben. Heere, wij danken u en loven uw naam om uw goedheid en genade, onverdiend. En Heere, als we dan vanmorgen uw woord openen, wilt u dan ook inderdaad spreken tot ons hart. Heere, wilt u ons een dienst geven waarin we ons voorbereiden op het avondmaal en dat tot ons mogen krijgen en tot ons mogen nemen wat u vanmorgen ons daarin te zeggen hebt. En Heere, dan bidden wij u om de komst van uw geest. Laat uw geest de rijen doorgaan vanmorgen. En ieder van ons het hart openen. Opdat we uw stem verstaan, ja Heere, dat we dat woord van u, zoals het vanmorgen ook verkondigd mag worden, ter harte mogen nemen. En zegen daartoe, Heere, ook uw dienaar, als hij uw woord moet en mag brengen vanmorgen. Wilt u hem woorden geven om uit te spreken. Ja Heere, laat alles in deze dienst ook mogen gebeuren tot eer van uw naam. Wij bidden u voor de organist, voor de koster, voor de ouderlingen en de diakenen. Wij bidden u, Heere, voor de leiding van de parel en voor de kinderen, als die daar straks naartoe gaan. Wilt u ook hen een gezegende bijeenkomst geven? Heere, wij bidden u of u wil zijn bij de mensen thuis. De ouderen, de zieken. Heere, gedenk hen in uw goedheid en genade. Vertroost hen ook en wilt u hen ondersteunen in de omstandigheden waarin ze verkeren. Wij bidden u, Heere, voor hen die vanmorgen de
kerk zijn binnengekomen en misschien wel een hele hoop gedachten, zorgen, moeite met zich meedragen. Misschien dat anderen er wel niet eens vanaf weten. Heer, laat dan deze plek ook een plek mogen zijn waar we aan uw voeten mogen komen, ook met datgene wat ons op het hart ligt. Heer, wij willen u bidden om vertroosting voor hen die verdriet kennen. Wij bidden u, Heer, of u wil vermanen hen die andere wegen gaan, wegen van zonde. Wilt u ze terugroepen en stilzetten? Heer, als we u nog niet in waarheid kennen, wanneer ons geloof nog een lege huls is ten diepste van alleen maar religieuze plichten, Heer, wilt u dan in ons leven komen? Maak u zelf dan bekend. Openbaar u als de levende. Heer, wij bidden u of u zo uw kerk wil zegenen. Hier vanmorgen bij ons, maar ook wereldwijd. Overal waar predikanten, zendelingen, evangelisten, wie ook maar, uw woord mag opendoen, waar het verkondigd wordt, waar er gezongen wordt en gebeden, waar het geloof beleden wordt, waar mensen zich onder uw heilige wet stellen. Heere, wij bidden u, bouw uw koninkrijk. Heere Jezus Christus, wij bidden u om de komst van uw heilige geest, ook op die plekken waar uw woord op zoveel weerstand kan stuiten. Heere, werk daar met uw geest en wilt u ook daar arbeiders geven in uw wijngaard. Zo komen we tot u. U dankend en biddend, Heere. Ook dankend voor alles wat u ons in de afgelopen week hebt willen geven. U heeft ons het leven gegeven. U gaf ons eten en drinken. U gaf ons mensen om ons heen. Heere, wat zorgt u goed in uw voorzienigheid. Onverdiend. Maar wij danken u dat wilde doen. En dat we nu vanmorgen hier mogen zijn. En spreek dan tot het hart van een ieder van ons. Hoor zo naar onze gebeden. In de vergeving van al onze zonden, uit genade alleen. Amen. Jongens en meisjes, misschien hebben jullie wel eens een brief op de post moeten doen van je vader en moeder. Hoe gaat dat? Misschien dat je vader en moeder een brief moesten schrijven aan iemand. En niet via de e-mail deden ze dat, maar ze deden dat nog echt met papier en ze hadden dat in een envelop gedaan. En dan doen ze er natuurlijk een postzegel op en dan moet je naar de brievenbus lopen en dan doe je hem in de brievenbus. Maar als je dat zou doen, dan was je toch iets vergeten. Want wat is er natuurlijk heel belangrijk bij zo'n brief? Dat op de envelop het adres staat. Anders weet natuurlijk de postbode die die brieven uit de brievenbus haalt niet waar die brief naartoe moet brengen. Stel je voor dat er een heleboel brieven in de brievenbus zitten, maar er staat geen adres op. Ja, dan weet je het niet precies. Dan kan die postbode er helemaal niks mee. Nou, de apostel Paulus heeft ook heel veel brieven geschreven, die lezen we in de Bijbel. Een van die brieven, daar gaan we vanmorgen in lezen, dat is de brief aan de Filippenzen, aan de christenen in de stad Filippi. En we gaan zo meteen een gedeelte lezen waar het eigenlijk gaat over het adres, dus wat er op de envelop staat van die Filippenzen brief. Maar voordat we dat gaan lezen, lezen we eerst een ander gedeelte uit Handelingen 16... Handelingen 16 vanaf vers 11 tot en met 34. Want daar lezen we hoe Paulus ooit in die stad Filippi ook is aangekomen. Samen met Timotheus. En later heeft hij dus die brief geschreven waar we vanmorgen hier in de kerk naar gaan luisteren. Met het adres erop. Handelingen 16 vanaf vers 11. Wij voeren dan van Troas weg en koerste recht op Samothrace aan en de volgende dag op Neapolis. En vandaar gingen we naar Filippi, de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij verbleven een aantal dagen in die stad. En op de dag van de Sabbat gingen wij de stad uit, de rivier langs, waar het gebed gewoonlijk plaatsvond.
En nadat wij daar waren gaan zitten, spraken wij tot de vrouwen die er samengekomen waren. En een zekere vrouw, van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons en de Heere opende haar hart, zodat ze acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. En toen ze gedoopt was en haar huisgenoten, drong zij er bij ons op aan: als u van oordeel bent dat ik trouw ben aan de Heere, kom dan in mijn huis en blijf er. En ze drong er sterk bij ons op aan. En het gebeurde toen wij naar de plaats van het gebed gingen, dat een zekere slavin die een waarzeggende geest had, ons tegemoet kwam. Zij verschafte haar meesters veel inkomsten met waarzeggen. En ze liep achter Paulus en ons aan en riep voortdurend: deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons een weg naar de zaligheid verkondigen. En dat deed ze vele dagen lang. Maar Paulus, die zich daaraan ergerde, keerde zich om en zei tegen de geest: ik gebied u in de naam van Jezus Christus uit haar weg te gaan. En hij ging op hetzelfde moment uit haar weg. En toen haar meesters zagen dat hun hoop op inkomsten verdwenen was, grepen ze Paulus en Silas en sleurden hen mee naar de markt voor de stadsbestuurders. En nadat ze hen naar de magistraten gebracht hadden, zeiden ze: deze mensen verstoren de orde in onze stad. Het zijn namelijk Joden en zij verkondigen gewoonten die wij niet mogen aannemen en ook niet mogen naleven, omdat wij Romeinen zijn. De menigte kwam als één man tegen hen in verzet. En de magistraten rukten hun de kleren af en gaven bevel hen met stokken te slaan. En nadat ze hun veel slagen toegediend hadden, wierpen zij hen in de gevangenis en geboden de cipier hen zorgvuldig te bewaken. En toen hij dat bevel gekregen had, wierp hij hen in de binnenste kerker en zette hun voeten vast in het blok. En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen. En er vond plotseling een grote aardbeving plaats, zodat de fundamenten van de gevangenis bewogen werden. En onmiddellijk gingen alle deuren open en raakten de boeien van allen los. En de cipier, die wakker geworden was en zag dat de deuren van de gevangenis open waren, trok een zwaard en zou zichzelf gedood hebben, omdat hij dacht dat de gevangenen ontvlucht waren. Paulus riep echter met luide stem: doe u zelf geen kwaad, want wij zijn allemaal hier. En toen hij om licht gevraagd had, sprong hij naar binnen en begon erg te beven. En hij viel voor Paulus en Silas neer en hij bracht hen naar buiten en zei: Heren, wat moet ik doen om zalig te worden? En ze zeiden: geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten. En ze spraken het woord van de Heere tot hem en tot alle die in zijn huis waren. En hij nam hen mee, en hij nam hen in dat nachtelijke uur met zich mee en waste hun striemen. En hij werd onmiddellijk gedoopt en al de zijnen. En hij bracht hen in zijn huis en richtte voor hen de tafel aan. En hij verheugde zich dat hij met al zijn huisgenoten tot geloof in God gekomen was. De tweede schriftlezing, gemeente, vindt u in de Filippenzenbrief. We maken vanmorgen een begin met een serie preken vanuit dit Bijbelboek. En we lezen Filippenzen 1, vers 1 en 2. Filippenzen 1, vers 1 en 2. En na het lezen van dit gedeelte zingen we uit Psalm 119, vers 10 en 23. Filippenzen 1... Daar schrijft de apostel Paulus: Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners en diakenen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.
We willen straks antwoorden op de verkondiging met Psalm 85, het eerste en het derde vers. Psalm 85, vers 1 en 3, in antwoord op de verkondiging. We luisteren, gemeente, naar Filippenzen 1, daarvan middelste gedeelte van vers 1. Het adres van de Filippenzenbrief, dat is ook het thema voor de preek van vanmorgen. We lezen daar aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongeren, ouderen, hoe begin je een brief of een e-mail die je gaat versturen? Welke aanhef gebruik je dan? Soms is dat iets waar je wel even over nadenkt. Als je een bericht wil sturen aan een officiële instantie, dan is het gebruikelijk om te beginnen met zoiets als geachte heer of mevrouw. Maar als je iemand kent, of het is niet zo'n heel officieel bericht, dan gebruiken we misschien ook wel heel andere manieren van aanheffen. Bijvoorbeeld het woordje beste. En een enkele keer ontvang je ook wel eens post met het opschrift L.S. Dat zijn de eerste letters van twee Latijnse woorden, lectori salutem. En dat betekent de lezer zij gegroet aan de lezer heil. Nou, dat is wel een hele deftige manier. Wat je precies kiest, dat hangt natuurlijk af van de vraag of je iemand ook kent en hoe je iemand kent, in wat voor een verhouding je tot iemand staat. Als je als student een e-mail stuurt aan een docent op je opleiding of misschien een hoogleraar, dan zul je die niet zo snel aanspreken met ha Jan of ha Sophie, denk ik. Dan noem je iemand bij de achternaam. Maar als diezelfde docent nou je broer of je zus is toevallig, ja, dan is het natuurlijk wel weer een beetje raar om dan een officiële achternaam te gebruiken met een geachte ervoor. Het hangt er dus van af in wat voor een verhouding je tot iemand staat en hoe je de ontvanger van de brief kent. Nou, gemeente, vanmorgen staan we deze dienst van voorbereiding op het avondmaal stil bij de manier waarop Paulus dat nou doet aan het begin van zijn Filippenzenbrief. Dat zijn versen waar we, denk ik, doorgaans makkelijk overheen lezen. Want al die brieven van Paulus die beginnen ongeveer op dezelfde manier doorgaans. Hè. Dat was ook een hele gebruikelijke manier in zijn tijd om een brief te beginnen. Wij zijn gewend om onze naam onderaan een brief te zetten. Nou, in Paulus' dagen deed je dat aan het begin. En vervolgens schreef je dan de naam van de ontvanger, de geadresseerde. En als derde was het dan gebruikelijk om, ja, een goede wens te doen of om de groeten over te brengen. Afzender, adressant, gelukwens. Nou, zo doet Paulus dat ook. En eigenlijk moet ik in het geval van de Filippenzenbrief zeggen, Paulus en Timotheus doen het ook zo, want die namen staan dus aan het begin meteen al benoemd als de schrijvers van deze brief. Ze sturen een brief ook aan de christenen in Filippi en ze groeten hen vervolgens. En zo op het oog, gemeente, gebeurt er dan niet al te veel bijzonders. Zoals wij waarschijnlijk ook niet al te veel letten op die aanhef en meteen met de brief zelf beginnen, omdat je weet, ja, daar gaat het natuurlijk om. En of er dan geachte of beste staat. Zo begint ook de Filippenzenbrief misschien voor uw gevoel wel in vers 3. Maar nou is het toch wel waard om eens te kijken naar de manier waarop Paulus en Timotheus die ontvangers aanspreken en hen omschrijven. Want weliswaar volgt Paulus inderdaad de hele gebruikelijke manier van doen in zijn dagen. Maar als je deze brief nou, deze aanhef nou zou laten lezen aan zijn tijdgenoten, dan zou hen toch wel het een en ander opvallen. Want Paulus die geeft nou van meet af aan zijn brief, zeg maar, een christelijke kleur. Hij noemt niet alleen de naam van hemzelf en van Timotheus. Misschien nog aangevuld met de naam van je voorouders. Dat gebeurde in die tijd ook wel.
Nee, hij schrijft erachter, dienstknechten. Er staat eigenlijk het woordje slaven van Jezus Christus. En als hij de groeten overbrengt in vers 2, dan schrijft hij niet eenvoudigweg, wij groeten u. En daarbij dan misschien nog een mooie wens. Dat je hoopt dat het de ander goed gaat. Dat hij voorspoedig is. Even lezen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. En dat geldt nou ook voor de geadresseerde. Als Paulus en Timotheus hen benoemen, dan zeggen ze niet gewoon aan de christenen in Filippi of aan de gemeente in Filippi. Nee, dan noemt hij hen al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn. En eigenlijk is het dan zo, gemeente, dat het begin van deze brief dus meteen al heel wat van haar inhoud verbergt. Die inhoud waarvan we hopen dat we dat in de komende tijd, dat we daar meer van zullen horen. Maar in dat opschrift zit nou al zoveel dat daar eigenlijk op vooruit grijpt. Want neem nou de manier waarop Paulus dus die geadresseerde aanspreekt. Hij noemt hen allereerst heiligen. Nou, dat is een zegswijze die je vaker in de brieven van Paulus tegenkomt. Ook de christenen in Korinthe heten zo en die in Rome en in Efeze. Heiligen noemt Paulus. Wat betekent dat? Nou, een heilige, dat is niet iemand die zonder zonde is. Dat is nog wel eens een misverstand. Dus laat ik dat voorop zetten. Zo praten we er ook wel eens over, hè? Een heilig boontje, iemand die al te braaf is. Dat heeft daar niet mee te maken. En een heilige is ook niet iemand die, als het ware, een beetje hoger op een geestelijke ladder is komen te staan. Als je dat bijvoorbeeld in de Rooms-Katholieke kerk tegenkomt. Nee, gemeente, laat ik het vanmorgen zo omschrijven. Een heilige is iemand die zijn oude leven en zijn oude leefwijze heeft afgelegd. Iemand die van zijn oude wortels is afgesneden en die vervolgens apart is gezet. Die als het ware van nieuwe wortels is voorzien en vanaf nu wortelt in heel andere grond. Het is eigenlijk wat Paulus ook beschrijft in Colossense 1. Iemand die een heilige is, dat is iemand die is getrokken uit de macht van de duisternis en die is overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Toen wij vorig jaar naar Veenendaal verhuisden, toen hebben we een plant, een klein sierboompje, mee verhuisd. Het is voor ons een bijzonder boompje, want hij was ooit ook al met een eerdere verhuizing meegegaan. En nu is hij dus vanuit Nieuwekerk, waar we woonden, naar Veenendaal mee verhuisd. En ik heb me laten vertellen dat de grond waarin die eerst stond een heel andere samenstelling heeft dan de grond waarin die nu geplant is. Nou, we hopen dat hij het nog wat beter gaat doen. Dit voorjaar had hij het nog wat moeilijk. Maar dat boompje is overgeplant. En om dat overplanten te doen, moest ik eerst hem uitgraven. En toen moest ik ook heel wat wortels afsteken. Want die zaten diep de grond in. Die waren helemaal vertakt de grond in. En toen kon ik hem meenemen en toen moest ik hier in Veenendaal in de tuin een gat graven, hem daarin zetten en vervolgens de aarde weer met de aarde dat gat weer dichtmaken. En zo is die overgeplant. Losgesneden van het oude en wortelen in het nieuwe. In nieuwe grond. Nou, gemeente, als Paulus het hier heeft over de heiligen in Filippi, dan gaat het om zulke mensen. Mensen die in hun leven dus een verandering hebben meegemaakt. Van oud naar nieuw zijn gegaan. En als Paulus een brief gaat schrijven, heeft hij hen voor ogen. Want hij kent ze daar in Filippi. En hij weet
Dit is er in hun leven gebeurd. En nou kennen wij er ook een paar. We hebben over hen gelezen in Handelingen 16. Paulus en Timotheus die komen daar aan in Filippi. En dan komen de drie mensen tot geloof. En gemeente, om nou als het ware in te kleuren wie er met die heiligen bedoeld zijn, laten we ze vanmorgen eens langslopen, die drie. Hoe gaat dat nou? Als het gaat over heiligen. Hoe word je dat ook? Allereerst is daar Lydia. In wat voor grond was Lydia geplant? Nou, daar is wel wat over te zeggen. Lydia is vermoedelijk heel welgesteld geweest. Een rijke vrouw geweest. Ze was namelijk een purperverkoopster. Nou, purper was de stof die werd gebruikt voor de toga's van de senatoren in Rome. En hoogwaardigheidsbekleders. En dat was een hele dure aangelegenheid om je daarmee te kleden. Nou, Lydia die handelt daarin. En dat heeft haar waarschijnlijk ook naar Filippi gebracht. Want oorspronkelijk komt ze uit Thyatira. Klein-Azië, Turkije. Maar vermoedelijk heeft haar handel haar naar Griekenland gebracht. Naar Macedonië. Filippi ligt ook aan de kust. Een handelsplaats. Kun je gemakkelijk je goederen verschepen. Als purperverkoopster heeft Lydia te maken gehad met de hoogste kringen van de maatschappij. Met de rijken die zich dat konden veroorloven. De aanzienlijken die op een hoge positie stonden. En dan zou je natuurlijk goed voor kunnen stellen dat daar ook zo'n beetje haar hart is komen te liggen. In de handel. Geld verdienen. Carrière maken. Als je succesvol bent, dan kan je hart daar helemaal vol mee worden. En verknocht aan raken. En dan is toch maar de vraag of dat voor Lydia zo geweest is. Want gemeente, als Paulus haar ontmoet, dan bevindt ze zich op een plek bij de rivier in Filippi. Een plek waar Joodse vrouwen samenkomen voor gebed. En daar is de van oorsprong niet-Joodse Lydia nou ook. En dan staat er over haar dat ze God diende. Ze is waarschijnlijk een zogenaamde proseliet geweest. Een heiden, een niet-Jood, die de God van Israël is gaan dienen. En dan komt op die ene dag Paulus daar en hij verkondigt het evangelie van Christus Jezus. En Lydia is er ook blij bij. En ze hoort Paulus. Ze luistert naar hem. En gemeente, dan wordt ze overgeplant. Want Lydia hoort van genade. Lydia, die haar wortels had uitgeslagen in het Jodendom. Ze hoort dat er genade is voor zondaar. Die nooit met hun werken God kunnen behagen. Maar die nou toch door hem worden opgezocht. En die worden verlost. Alleen op grond van het volbrachte werk van Christus Jezus. En dan staat er dat Lydia luistert naar de verkondiging. En dat de Heere haar hart opent. Zodat ze niet alleen maar luistert, maar ook acht slaat op wat Paulus zegt. En zo wordt ze christen. Een geheiligde. En dan maar even naar ons toe. Meneer, hier zie je nou het werk van de Heilige Geest. Dit is nou overgeplant worden. Geheiligd worden wil zeggen dat je hart open gaat en is open gegaan voor het evangelie. En dat is het evangelie van Jezus Christus, van de genade en de verkondiging. Van de verkondiging van de genade en de ontferming die er in Christus Jezus is. De verkondiging dat het alles uit Christus is en dat je alles van hem moet ontvangen omdat je het zelf niet hebt. Opdat jouw eigen werken tekortschieten voor het heilig aangezicht van God. Vertrouwen ook dat hij doet wat hij beloofd heeft te zullen doen.
omdat zijn zoon het verworven heeft aan het kruis. Dat hij het je wil geven. Uit genade. Zijn liefde. Zijn vergeving. Zijn verzoening. En dat daar nou je hart bij open gaat. Hoe is dat bij u, bij jou? Gaat daar uw hart bij open? Is dat wat er in je binnenste gebeurt? Leeft dat zo bij u? Want als dat zo is, dan zult u ook vast verlangen naar het avondmaal, ja toch? Want het avondmaal gaat daarover. Die tekenen van brood en wijn, als volgende week hier de tafel klaarstaat met daarop die schalen met brood en die bekers met wijn. Dan gaat het daarover. Over de ontfermende en onverdiende genade van een God die, als die naar recht zou handelen, niets met ons te maken zou kunnen hebben. Maar die nou in zijn Zoon Jezus Christus naar ons toe komt en het ons verkondigt door woord en sacrament. Er is genade. Niet op grond van wat wij doen, maar wat Hij gedaan heeft aan het kruis op Golgotha. Met de Lydia's hart ging open bij dat evangelie. Het staat er zo mooi, hè? Ze luisterde eerst. Daar zit natuurlijk wel iets actiefs in, denk ik. Wat zegt die Paulus? En dan doet God iets. De Geest opent haar hart. Weet je, als je tot geloof bent gekomen, als je tot geloof moet komen, het is het werk van God ten diepste, hè? Niet ons werk, niet onze beslissing. Dat doet Hij. Dat is zijn Geest die werkt. Als we luisteren en als het voor je open gaat. Ze wordt erdoor geraakt. En gemeente, de moed van Lydia toch een last zijn afgevallen. Jezus, niet mijn eigen kracht, niet het werk door mij volbracht. Niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween kunnen redden. Gij alleen, u alleen kunt redden. Nou, dat is Lydia. En dan is er in Filippi ook die slavin. Of zij ook christin is geworden, dat weten we overigens niet precies. Of zij ook geplant is in de grond van het koninkrijk van de liefde, van de zoon van zijn liefde, dat weten we niet precies. Maar wat we wel weten is dat ook zij in ieder geval wel wordt afgesneden van haar oude bestaan. Dat meisje wordt beheerst door een occulte geest. Een waarzeggende geest. En ze loopt dagenlang achter Paulus en Silas aan. Als die door de stad lopen en op de pleinen het evangelie verkondigen. En ze roept, deze mensen zijn dienstknechten van God de Allerhoogste, die ons een weg naar de zaligheid verkondigen. En eerst laat Paulus dat kennelijk een heel aantal dagen maar begaan. Je moet soms aan het werk van de duivel ook niet al te veel aandacht besteden. Want hij heeft tenslotte geen macht meer, ten diepste. Maar op een zeker moment dan ergert hij zich aan. Wat voor ergernis is dat geweest? Persoonlijke ergernis. Als iemand dagenlang achter je aanloopt, ja, dan ga je daar natuurlijk aan irriteren op de duur. Of zit hier misschien niets meer in, gemeente? Is dat niet een ergernis geweest vanwege de macht die zich via dat slavinnetje hier zich manifesteert? Het is alsof de duivel door dit meisje wil laten merken, ik ben er ook nog. Ik heb ook macht. Nou, eigenlijk heb ik zelfs de regie. Want het is als het ware een ondertiteling van wat er gebeurt. Als Paulus en zijn gevolg door Filippi lopen, dan zal de duivel wel even uitleggen wat het is. En in wat dat meisje zegt zit gif. Een giftig woordje. Want ze zegt, Paulus en Timotheus en Silvanus en Lucas, ze verkondigen een weg naar de zaligheid. Een weg.
Weet je, dat is het gif van de relativering. En daar hebben wij vandaag de dag ook volop mee te maken. Het gif van ieder zijn waarheid. Het gif van de suggestie dat je zou kunnen kiezen. Dat een leven zonder God, zonder Christus, misschien toch ook wel mogelijk zou zijn. Dat er meerdere wegen naar de zaligheid zijn. Maar er is maar één weg, er is maar één naam, gemeente, waardoor wij behouden moeten worden. En het ergert Paulus. En dan keert hij zich om en hij bestraft de geest in dat meisje. Ik gebied u in de naam van Jezus Christus uit haar weg te gaan. En op datzelfde moment ging de geest uit haar weg. En dat meisje dat verliest haar occulte belastheid. Ze wordt bevrijd, verlost, geheiligd. Heeft het er ook aan de voeten van Christus gebracht? We lezen het niet. Maar het zou toch zomaar kunnen. Als je nou zo in de naam van Jezus Christus in de vrijheid wordt gezet. Als je nou zo, zoals dat meisje dat ervaren moet hebben, door die naam verandert. Weet je, Gods werk is een krachtig werk. Als zijn geest werkt in je leven, dan kan er van onze kant zoveel verzet zijn. En dan kan er van buitenaf zoveel in verzet komen, want wij willen eigenlijk niet verpoot worden. Die wortels van ons, die zitten zo diep de grond in van deze aarde. En die halen daar van allerlei levenskracht uit, waarmee we denken, nou gaan we groeien, nou worden we wat. Maar als Gods geest en genade gaat werken, gemeente, hoe dik je wortels ook zijn, het breekt door alle weerstand heen. Dan verandert die geest je wil. Dan raak je op Christus gericht. Weet je, wie geheiligd is, is bevrijd van de machten van het duister. O zeker. Die machten die verleiden ons tot zonde. Ervaart u ze? Ervaren ze toch allemaal? Maar die andere macht is veel sterker. Macht, Gods macht, de macht van Christus, die de duivel en de duisternis heeft overwonnen en die je beschermt en bewaart bij zichzelf. En dan die cipier. Over hem valt ook veel te zeggen. Hij en zijn gezin worden ook geheiligd. Vanwege de tijd moet ik daar iets sneller doorheen misschien. Maar wat duidelijk is, is dat die cipier ook wordt overgeplant. Vanuit zijn oude bestaan, Romeinse beambte, verantwoordelijke baan had hij. Helemaal onderdeel van de Romeinse cultuur en van hoe de dingen daar gaan, naar een nieuw leven. Een leven dat begint met een vraag. Wat moet ik doen om zalig te worden? Deze man beseft, alles waar ik tot nog toe mijn zaligheid in heb gezocht, dat is ijdel, dat is leeg, dat is niks. Deze mannen die ik gevangen heb moeten zetten, in de binnenste kerker met hun voeten in het blok, die hebben iets. Die kunnen zingen in de nacht, terwijl ze de dag ervoor nog zo ruw zijn behandeld en zijn geslagen, vele slagen hebben gehad. Maar ze zijn er niet van afhankelijk, van aardse voorspoed. Deze mannen zijn vervuld met een vrede en met een vertrouwen en met een blijdschap van een heel andere orde. En dan vraagt hij, wat moet ik doen om zalig te worden? Waarop Paulus antwoordt, geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden. U en uw huisgenoten. Want het is langs de weg van het geloof dat we zalig worden. Het is langs de weg van het geloof dat je geheiligd wordt, dat je wordt overgepoot
van de oude wortels afgesneden en mag gaan wortelen in nieuwe grond. De grond van het koninkrijk van God. Dat je mag gaan wortelen in en gaan leven uit het evangelie. Uit die genadige toezegging die God u doet in zijn Zoon Jezus Christus. Lydia, slavinnetje, de cipier. Meent u, dat zijn nou de heiligen aan wie Paulus en Timotheus hun brief schrijven? Mensen die, als je het zo eens bekijkt en vergelijkt, alle drie op een andere manier, langs hun eigen weg, toch hetzelfde hebben meegemaakt. Ze worden opnieuw geboren. Ze worden afgesneden en weer gepoot. En gemeente, nou is natuurlijk een belangrijke vraag als we volgende week avondmaal vieren. Waar wortelt u, waar wortel jij? In welke grond? Waar haalt u uw kracht, uw levenskracht vandaan? Het avondmaal noemen we heel terecht het heilig avondmaal. Want als we volgende week de tafel hier in de kerk zien staan, dat is niet een maaltijd die tegemoet wil komen aan onze lichamelijke behoeften. Aan eten en drinken, zoals we dat nodig hebben op zijn tijd. Nee, het is een geheiligde maaltijd. Een maaltijd die als maaltijd ook eigenlijk voortkomt en aangericht staat op andere grond. Met die woorden uit Colossense 1. Het is de maaltijd van het koninkrijk van de Zoon, van Gods liefde. Het is de maaltijd die tegemoet wil komen aan iets anders wat wij nou zo nodig hebben. Namelijk Gods genade. Van genade te leven. Weet je, heeft u dat nodig? Heeft u Christus nodig? Heb jij dat nodig in je leven? Of eigenlijk niet? Dat kan het ook wel zonder. Weet je, bij alle drie zie je het gebeuren. Dat slavinnetje wordt bevrijd van die occulte macht. Mag ik u vragen, gemeente? Welke duivelse duistere machten zijn er in uw leven actief? Als ze er zijn, bekeer je ervan. En zoek je heil toch bij God en bij Christus. Want zijn naam is zoveel sterker. En in het gedeelte over Lydia, gemeente, daar lees je dat ze luistert. Ze was al met de dingen van God bezig. En misschien bent u dat ook wel. Dat je met de dingen van de Here bezig bent. Dat je God dient. En toch mist er wat. Namelijk om nou werkelijk die genade te kennen. Die zoveel verlossing en vrijheid schenkt. Misschien dat je dan toch nog denkt, ik ben de Here God aan het dienen. En dat is toch wel belangrijk, hè? Dat je dit en dat voor hem doet. En zus en zo. Het kan best belangrijk zijn, maar het is niet waar het om gaat. En die cipier. Die cipier die zijn zwaard al getrokken heeft. Want hij wil zichzelf doden. Hij weet, anders dan doden ze mij. Want dat was namelijk de straf die erop stond voor een cipier. Als er gevangenen waren gevlucht en ontsnapt. Het was een schande, kon niet. Het was namelijk een bedreiging voor de rust in het Romeinse Rijk. En dat stond hoog in het vaandel. Hij wil zichzelf ombrengen. Want ja, zo is het leven toch. Als je niet presteert, ja, dan zul je het merken. En dan ontvangt hij de genade van Christus. Geloof in Jezus Christus. In de naam van Jezus Christus. En u zult zalig worden. Dat geeft je nou pas werkelijk geluk. Een leven met hem. In verbondenheid aan hem. Maar dan merkt u dat het nou telkens om Christus gaat. Op verschillende manieren, met verschillende aspecten zou je kunnen zeggen van zijn volbrachte werk. Maar het gaat telkens om hem. Volgende week bij het avondmaal gaat het om Christus. En hoe heeft u hem nou nodig? We hebben hem allemaal nodig. Waarvoor heeft u hem nodig? En jij, in deze week van voorbereiding, mag u zichzelf die vraag stellen. En u daar zo op voorbereiden.
waar zit het nou in mijn leven? Waar moet ik me van bekeren, mee breken? In welke grond bent u geplant? Of heeft u Christus helemaal niet nodig en leef je voor je eigen, op eigen grond en voor jezelf? Meent het heilige avondmaal is de geheiligde maaltijd van Christus. Die staat op de grond van het koninkrijk. En die is bestemd voor heiligen in Christus Jezus. In Christus Jezus. Die uitdrukking die kom je telkens tegen bij Paulus. Meer dan 100 keer. En wat daarmee bedoeld wordt, dat heeft Paulus in Romeinen 5 zelf uitgelegd. Het is namelijk één van tweeën. Of je bent in Adam, een Adamskind. Dan zit je vast aan de zonde, aan je oude bestaan. Of je bent in Christus, de tweede Adam. Een Christuskind. Adam in zonde gevallen mens. Christus, de mens in Christus, dat betekent dat je in Christus bent opgestaan door zijn werk. Dat je hem kent. Christus rekende af met onze zonde en schuld en brak de macht van Satan door zijn sterven en opstanding. En gemeente, als u nou dat zoekt, zoekt u dat. Je mag het zoeken. Als u nou in Christus gelooft, zo zei Paulus het, hè, tegen de cipier. Als je nou op hem vertrouwt, hem zoekt, het aan hem vraagt. Heere God, werk in mijn leven. En werk meer in mijn leven. Kom met uw geest. Laat me wortelen en al dieper mogen wortelen in de grond van uw koninkrijk. Weet je, dan mag je komen. Want dat avondmaal, dat is bedoeld voor heiligen in Christus. Maar onthoud goed, dat zijn dus juist geen mensen zonder zonde, hè. En dat zijn dus ook geen mensen die tot een bepaalde mate op de ladder van heiligheid gekomen zijn. Met een bijzonder geestelijk leven of zo. Of met allerlei bijzondere geestelijke ervaringen. Als u daar de grond van uw behoud in zoekt, gemeente. Dat is wankele grond. Daar kun je levenshuis niet op bouwen. Niet voor de eeuwigheid. Want hoe kan Christus nou je handen vullen? Als ze nog vol zitten met de dingen van onszelf. Het heilige avondmaal is nou voor ieder die weet en ontdekt. Misschien ontdekt u het vanmorgen wel. Misschien vanmorgen wel voor het eerst echt. Ik heb andere grond nodig. Ik heb hem nodig. Dat je overgeplant wordt. Trokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van Christus, van zijn onverdiende liefde en genade. De maaltijd van het koninkrijk, van die kerk, van de geheiligden in Christus Jezus, die in Veenendaal zijn. Komt u, kom jij ook. Christus nodigt u uit. Daarvoor stuurde hij ook Paulus en Timotheus op pad. En daarvoor schreven ze die brief. En daarvoor zorgde hij met zijn geest ervoor dat die brief niet verloren is gegaan. Zoals heel veel brieven verloren gaan in de loop der tijd. Maar dat die bewaard is gebleven. En dat die in onze Bijbel staat. Op schrift gesteld. En we lezen het vanmorgen. Dat er in Filippi een gemeente zou zijn. Die avondmaal kan vieren. Omdat ze dit met elkaar delen. Leven en genade uit Christus. In hem geplant. Opdat er ook in Veenendaal een gemeente zou zijn die avondmaal viert. Omdat ze leven van genade. Gaat uw hart erbij open? Zeg je, ja, dat verlang ik nou. Weet je, wat een vrijheid. Als je hem kent, net als Lydia, je hart open. Bij de liefde
zo onverdiend in Christus die zijn leven gaf, vrijwillig, opdat wij het zouden behouden, opdat we zouden worden vrijgesproken. Wat een gunst, wat een genade. Bereid u dan voor in de komende week, heilig uw leven en heilig uw hart, richt het op Christus alleen. Want hij spreekt van blijde troost en vrede. Amen.
Wij bereiden ons voor op de viering van het avondmaal en ik lees daartoe het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Geliefde in de Heer Jezus Christus, hoor de woorden van onze Here over de instelling van het avondmaal die de apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Here ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam en nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. En evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Dat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heren mogen houden, is voor ons alles nodig dat we ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En voorts dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toren van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen, een ernstig voornemen heeft om voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Alle dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden en wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het rijk van Christus. Alle afgodendienaars, alle die zich een beeld van God maken, alle die de naam van God lasteren en misbruiken, alle die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, alle die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, alle die in haat en nijd tegen hun naaste leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten, alle die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen van zichzelf of van anderen, alle die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit, alle die liegen, bedriegen of kwaad spreken, alle die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken. Zolang ze aan zulke zonden vasthouden, moeten ze zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal van de Heere zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij moeten erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat we geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles,
omdat we door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Wij willen nu gaan bidden en danken. Wij denken in onze dankzegging en voorbeden aan datgene wat genoemd staat op de zondagsbrief. En we willen daarbij ook bidden voor zuster Van Bergen Braverboer Gerritsen. Zij is in het ziekenhuis in Ede opgenomen. Ze heeft haar enkel gebroken deze week. Laten we met elkaar bidden en danken. Heere getrouwe God en Vader in de hemel, wij komen aan het einde van deze dienst tot u om uw naam te danken voor de verkondiging van uw woord. We danken u, Heere, dat u heeft willen doen wat ook ooit in Filippi mocht gebeuren. Namelijk dat de naam van u, Heer Jezus Christus, ons voor de aandacht mocht komen. Met de kracht die daarin gelegen is. Met het verlossende dat uw evangelie bewerkt. Heere, zo kwamen we tegen in uw woord en zo hebben we daar ook met elkaar naar geluisterd. En we danken u ervoor. En we danken u, Heere, dat we ook ons mochten voorbereiden op de viering van het avondmaal. En dat ook in de komende week mogen doen. Heere, u kent ons. U weet wat dat betreft ook in ons omgaat. Of we misschien wel al te gemakkelijk aan het avondmaal deelnemen. Of dat we misschien wel al te gemakkelijk van het avondmaal afblijven. Heere, bind ons het op het hart dat we in de komende week u zullen zoeken. Dat we onszelf ook mogen onderzoeken hoe wij u, Heer Jezus Christus, nodig hebben. We hebben u toch allen nodig. Want we kunnen niet zonder genade, zonder u, Heer Jezus, gaan we immers verloren voor eeuwig. Maar laat ons zien hoe u ook in ons leven wil komen en wil werken, ja, Heere, geef dat we dat al meer ook mogen ontdekken. Wat de kracht van uw liefde is en wat de zegen van uw genade is. Dat we onze zonden eerlijk voor u belijden. Ontdek ons eraan. Dat we ermee in het licht zullen komen. En dat we zo u, Heer Jezus Christus, mogen zien en prijzen als ook onze verlosser. Heere, we bidden u, werk met uw Heilige Geest in ons hart, ook in de komende week van voorbereiding. Heere, wij danken u dat u ons samenbracht. We willen bidden of u ook wil zijn met hen die moeite en zorg hebben. We willen u bidden, Heere, voor de familie Heijstek en de familie Kolen. Bij beide families kwam rouw en verdriet in de familie. De vader van Ad overleed op 87-jarige leeftijd en bij de familie Kolen overleed de vader van Stevelien op 78-jarige leeftijd. Heren, we willen u bidden voor de rouwdragende families. Wees hen nabij in het gemis en troost hen. En heren, wij willen u ook danken dat voor deze beide situaties mag gelden dat ze hoop mogen hebben. En mogen getuigen, Heere, van het werk dat u deed, ook in de harten van deze overledenen. Heere, laat dat ook tot steun en kracht mogen zijn. Wil u bidden voor Mitte Keuning, in de komende week vertrekt voor een periode van enkele maanden van stage in Engeland. Heere, wilt u met haar meegaan? Wilt u haar een behouden reis geven en een goed en ook zegenrijk verblijf? Dat mag bijdragen aan haar ontwikkeling en scholing. En wilt u geven dat ze ook weer behouden terug mag keren hier ook in de kring van de gemeente. Heer, wij willen u bidden voor zuster Van Bergen Braverboer, die in het ziekenhuis werd opgenomen. Nadat ze haar enkel heeft gebroken. We willen u bidden of u bij haar wil zijn. En geef dat de operatie die heeft plaatsgevonden ook goed resultaat mag hebben. Heer, dat ze weer mag opknappen en kan gaan revalideren. Wees u bij haar en omring haar met uw zorg.
Heren, we danken u dat u dat in de afgelopen week ook deed bij zuster Van Dam. Toen ze geopereerd werd aan haar rug. Dat dat goed is verlopen. Heren, wilt u, nu ze weer thuis mag zijn, ook verder herstel geven. Geef dat de pijn mag verminderen. En dat ze uw zegenende hand ook mag opmerken over haar leven. Heren, we willen u bidden om uw zegen op deze zondag. Laat het een dag van rust mogen zijn in onze huizen en van aandacht ook voor elkaar. En wilt u ons vanmiddag weer hier in uw huis brengen als ook dan uw woord verkondigd mag worden. Wilt u genadig vergeven wat niet naar uw wil is geweest. En hoor naar onze gebeden en aanvaard onze dank. Omwille van uw Zoon Jezus Christus alleen. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst in Gods Koninkrijk. En wij zingen tot slot uit Psalm 97, het zesde vers. Thank you.
Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.